kanaal van Lucky Bastard. In dit filmpje ga ik deze 5 spellen reviewen, dus persoonlijke meningen erover geven. Zijn er spellen bij die ik leuk vind en jij niet? Dat kan. Zijn er spellen bij die jij leuk vindt, maar ik niet? Kan ook. Dit is gewoon wat ik ervan vind. Wil je de uitleg van een van deze 5 spellen, die kan je ook terugvinden op mijn kanaal. Links daarvoor staan onder in deze video. Of je kan ook altijd de link volgen bovenaan. Maar genoeg gezeverd, laten we er eens in vliegen. Ik ga beginnen met Evolution. Waarover gaat het spelletje? Je gaat eigenlijk proberen maximum 5 soorten te ontwikkelen door die 3 eigenschappen te geven. En je moet je proberen aan te passen aan de situatie. In die situatie zijnde, er is veel voedsel, er is weinig voedsel. Er zijn alleen maar planteneters of er zijn ook bedreigende roofdieren. Of je bent zelf een roofdier, dus je kan zelf een van je soorten omvormen tot roofdier. Dus thematisch, heel interessant verhaaltje. Je gaat uiteindelijk proberen zoveel mogelijk voedsel te verzamelen in de loop van het spel. Met al jouw dieren tezamen of al jouw beesten tezamen. Wat vind ik van het spel? Je gaat evolueren volgens de vetscore. V staat voor vormgeving. Voor vormgeving vind ik het zeker dik in orde. Je hebt de voedselfiches, die zijn misschien een beetje aan de kleine kant. Maar op zich maakt dat niet zoveel. De kaarten zijn ook oké. De artwork vind ik wel interessant. Het is misschien niet een stijl waar iedereen zich kan in vinden. Maar ik vind dat het zeker en vast wel geslaagd. Ook de doos heeft plaats voorzien voor alles. Het is niet gewoon zo'n doos waar je opent en alles zit er los in. Dat vind ik ook goed. Dus dat zijn allemaal pluspunten. De E van vet is dan voor entertainment. Dit spel, entertainment komt vooral van tactisch gegeven. Het is geen strategisch spel, want je kan niet zoveel zetten vooruit denken. Je kan het wel proberen. Maar je moet je eigenlijk constant aanpassen aan wat andere spelers doen. En daar komt geluk bij kijken, omdat je kaartjes trekt van een stapel. Maar ook heel wat tactiek, omdat hoe meer soorten je kan ontwikkelen, hoe meer kaartjes je krijgt. Dus het is een combinatie van beide. En het leuke is gewoon als je ze op het juiste moment kan omvormen tot een roofdier of zo. Of je kan wapenen tegen dat roofdier en dat het roofdier ten onder gaat, geen voedsel kan vinden. Dat zijn de leuke momenten. Maar het kan ook eveneens frustrerend zijn als jij in de hoek zit waar de klappen vallen. En het is soms moeilijk om ervan terug te komen. Er zijn wel compensatiemechanismen, maar niet in alle gevallen zullen die voldoende zijn. En het kan ook wel zijn dat je dan een hele tijd het slachtoffer van dienst bent voor andere roofdieren voornamelijk. De T staat voor toegankelijkheid. Dit spel heeft een hoge toegankelijkheid, maar het kost toch wel wat moeite in het begin om erin te komen, omdat er... Je moet eerst de kaartjes leren kennen. Het zijn denk ik een 15-tal verschillende soorten kaarten. Dus je gaat regelmatig dezelfde terugzien. Maar desalniettemin ga je in het begin toch wel wat moeten lezen om je familiair mee te maken. Dat zorgt ervoor dat het niet door Jan en Alleman kan gespeeld worden. Als je het aanleert, zou ik je daar ook rekening mee houden dat een nieuwe persoon, dat je die iets meer gaat sparen, maar dat je misschien hier of daar toch wel wat waarschuwingsbelletjes gaat geven van het kan wel eens zijn, het voedsel begint op te geraken, het kan wel eens zijn dat je daar iets moet mee gaan doen, of het kan ook wel zijn dat ik verander in een roofdier en moet je gaan wapenen tegen mijn aanvallen. Je moet toch wel zeker een bepaalde drempel over om het te kunnen spelen. Maar als je het eenmaal beet hebt, speelt het eigenlijk heel vlot. Het duurt ongeveer een uurtje zou ik schatten. Hangt er een beetje vanaf met hoeveel spelers en hoe lang spelers nadenken. Dus dat is heel algemeen. Wat vind ik er zelf van? Ik vind het een topspel, maar ik krijg het moeilijk op tafel. Omwille van het feit dat niet iedereen daarmee om kan gaan als je wordt aangevallen. Dat is nogal pijnlijk soms dat jouw dier ziet sterven. Of jouw populatie ziet uitdunnen. En ik ga het niet in mijn collectie houden, maar de enige reden daarvoor... Het is niet omdat ik het niet graag speel, het is gewoon... Ik heb de app waar dat je het ook kan spelen. En ik heb ondertussen zoveel spelletjes op de app gespeeld, dat ik het spel wel beheers. En het komt gewoon te weinig op tafel. Vandaar ook de app eigenlijk. Ik moet ook wel zeggen, de eerste editie, ten opzichte van de latere edities, is minder goed. De kaarten zijn beter gebalanceerd als je latere edities hebt. Er zijn net die veranderingen toegepast die echt nodig zijn om van het spel een topspel te maken. Dus is het zijn geld waard? Dat zal van je groep afhangen. Als dit op tafel kan komen, is het echt een topspel. Je gaat de ene keer afzien en de andere keer ga je iedereen domineren.
En ja, dat beide opties een mogelijkheid zijn, dat moet je wel tegen kunnen. Dus het zal niet altijd even leuk ervaren worden door spelers die aan het verliezen zijn. Over naar Dominion. Dominion is een spel dat ondertussen heel bekend is. En het staat een beetje bekend als de eerste deckbuilder, waar dat je eigenlijk je eigen deck gaat bouwen tijdens het spel. Want deckbuilding was voordien, voordat dit spel uitkwam, was het een activiteit die je vooraf deed aan het spel. En hier doe je het tijdens het spel. Doordat er een grote variatie aan kaartjes in zit, gaat het eigenlijk niet snel vervelen. Ieder potje gaat anders aanvoelen. Maar wat je binnen één potje van Dominion gaat doen, is wel heel repetitief. ABC-principe, je speelt een actie, je koopt een kaart en je geeft alle kaarten, leg je alle op de aflegstapel. En dan raap je opnieuw 5 kaarten. Dat is het enige wat je gaat doen eigenlijk. Om even de vetscore af te lopen, vormgeving. Deze wordt helemaal niet geapprecieerd, omdat de artwork op de kaartjes is zeer divers, is niet samenhangend. Er zit geen verhaal in op dat vlak. Maar ik moet ze ook wel pluspunten geven als je de doos gaat bekijken. Dit hier is een zegen qua sorteersysteem. Je hebt bij iedere kaartje wat erin zit, staat een naam wat je waar moet steken. En je haalt ze er eigenlijk heel vlot uit op die manier. Dat hadden ze niet per se zo moeten doen. En als ik het ga vergelijken met Koninkrijk Dominion, wat ik zelf al langer in mijn collectie heb, dan is dit systeem een pak beter natuurlijk. Nu, dat gezegd zijnde, de artwork op de munten en de punten is ook weer beter in Koninkrijk Dominion. Dat is een beetje de starter set als je niet weet wat je van Dominion moet verwachten of het iets voor jou is. E-entertainment. Het entertainment komt vooral van het feit dat je leuke combo's kan creëren door kaarten te combineren die je koopt. En als je machine die je eigenlijk, je deck, maar je voelt aan als een beetje machine die op toerental komt, dan ga je eigenlijk de ene keer naar de andere keer heel veel geld hebben om uit te geven. Het geeft zo'n goed gevoel op die momenten dat het wel lukt. Maar soms zit het een beetje tegen en gaat die machine wat stroever beginnen te bollen. En het gaat allemaal een beetje vertragen. En dan ga je niet veel kunnen uitgeven tijdens de beurt. En dan steekt het een beetje tegen. Nu, dan is het ook de uitdaging om volgende keer wat beter te doen met dezelfde kaarten. Ik denk dat het vooral zijn entertainmentwaarde moet halen van de uitdaging. Iedere keer opnieuw om het om met die kaarten die beschikbaar zijn, om daar iets moois mee te maken en een goede balans te vinden tussen al die aanwezige kaarten. T voor toegankelijkheid. Dit spel kan je aan bijna iedereen leren. Ik denk nu net geen grootouders, want er staat iets te veel tekst op met kleine lettertjes. Plus in het begin 10 kaarten overlopen is soms nog wel wat moeilijk. Afhankelijk van welke kaart je er legt, kan het wel wat moeilijker of gemakkelijker zijn in het begin om aan te leren. Het duurt ook niet heel lang, zo'n 3 kwartiertje tot een uur afhankelijk van het aantal spelers. Maar in sommige gevallen is dat net te lang. Dus je kan er ook wat punten uitnemen. Het spel eindigt wanneer dat alle punten, alle 6 kaarten op zijn. Provinciën of hoe heet het weer. Dat zijn er 12 geloof ik. Wel, als je er 2 uitneemt, duurt het wat korter. Als je er 4 uitneemt, zoals bij het Koninkrijk Dominion, duurt het weer wat korter. En dat maakt het interessanter. Tweede moeilijkheidsgraad. En ook een beetje een minpunt qua entertainment op dat vlak, is dat je eigenlijk nogal veel op jezelf gekeerd bent tijdens het spel. Je gaat naar jouw kaart kijken. Je kan ze ook openleggen, dat is dan wel weer een pluspunt als je het wil aanleren aan iemand. Maar iedereen doet zijn beurt. En eigenlijk, nadat je je beurt hebt gedaan, raap je 5 kaarten. En ben je gewoon aan het wachten tot je terug aan de beurt komt, in de meeste gevallen. Sommige kaarten zorgen voor interactie, maar dat is meestal een negatieve interactie. En daar zit je dan eigenlijk ook niet op te wachten. Dan word je weer beperkt. Op zich zou het een solo spel kunnen zijn. Maar dan zou je er alleen een termijn moeten opzetten van oké, ik speel 20 beurten en dat is het. En hoeveel punten ik dan heb, dat is mijn score. Dus zou je perfect kunnen doen. Wat vind ik er nu persoonlijk van? Het is een spel dat me niet heel nauw aan het hart ligt. Het is wel een spel dat ik af en toe wil spelen. En waar ik ook wel goesting heb om iets anders te proberen nadat ik heb gespeeld, een andere combinatie van kaarten. Dus ik hou wel van die uitdaging. Maar tijdens het spel kan het soms een beetje langdradig worden, vind ik persoonlijk. Vandaar dat ik er ook dikwijls gewoon wat kaarten uithaal. En ik speel eigenlijk meestal Koninkrijk Dominion, omdat die net iets korter, iets krachtiger is. Er zitten 16 kaarten en je pakt er 8 in plaats van hier zitten er, ik weet niet,
er 25 in of zo en je pakt er 10. Het is minder variatie, maar als je het niet zo vaak op tafel haalt, heb je eigenlijk deze dubbel zo dure doos niet nodig. Ben je er zot van, ja, koop je gewoon al die uitbreidingen die er zijn. Ik weet niet hoeveel het er ondertussen zijn. Ook nog een aantekening in de kantlijn die ik moet maken. Ondertussen is Dominion Second Edition uit, de tweede versie. Ik weet niet wat eraan veranderd is. Ik hoop dat ze iets hebben gedaan aan de artwork, maar dat denk ik eigenlijk niet. Ik meen wel dat ze er verschillende kaarten die minder interessant waren hebben uitgenomen en er leukere nieuwe ingestoken. En voor zover ik het heb gehoord, is dat wel een geslaagde aanpassing. In de meeste gevallen ga je bij Tashkalar een duel uitvechten met één tegenstander. Je kan het ook met 3 of 4 spelen, of in teams. Maar in eerste plaats is het bedoeld als een duel. En je gaat monsters oproepen door patronen te vormen. Het is een hele uitdaging voor je ruimtelijk inzicht. Want je mag die patronen draaien, spiegelen enzovoort. En het voelt voor de rest heel schaakachtig aan. Vet scoren. Vormgeving is top. Heb ik eigenlijk weinig op aan te merken. Componenten zijn super degelijk. De artwork op de kaartjes is fantastisch. Dus eigenlijk een topscore qua vormgeving. Zit zo ook niets te veel in of te weinig. Oké, de doos kan misschien nog iets beter. Er zit gewoon een kartonnen insert in. Voor de rest, vormgeving, top. Entertainmentwaarde. Het is vooral een puzzel die je gaat moeten oplossen. En ja, het voelt heel schaakachtig aan voor de rest. Dus als je daarvan houdt, is het misschien iets voor jou. Maar het ruimtelijk inzicht dat je hier nodig hebt, vergt wel veel van jouw hersencapaciteit. Of zo heb ik het toch ervaren. Naar mijn mening is het een spel dat beter en beter tot zijn recht komt als je het meer gaat spelen en er vaardiger in wordt. Het is echt iets dat je gaat aanleren, net zoals schaken. Wat dat betreft zou ik vooral in die richting gaan zoeken waar de entertainmentwaarde ligt. Toegankelijkheid is daardoor heel laag, vind ik persoonlijk. Het is eigenlijk heel gemakkelijk om uit te leggen. Er zijn niet zoveel regels. Maar de uitvoering is zo complex. En vraagt ook dat je fris bent qua gedachten. Dat je niet een hele werkdag erop hebt opzitten. Het is meer iets voor een ontspannen zondagnamiddag. Wat vind ik er zelf van? Ik vind dat dit spel een super hoge coolheidsfactor heeft. En ik ben heel gefascineerd door hoe het in elkaar zit. Het is ingenieus eigenlijk. Maar voor mij is het... Het is waar, ik kan er niet mee over wijken. Ik moet veel te lang nadenken over al de patronen die ik zou kunnen vormen en hoeveel stappen ik daarvoor nodig heb. Dus ik heb misschien niet genoeg gespeeld om er beter in te worden. Ik wou hem echt graag in mijn collectie houden en leuk vinden. Maar voor mij is die te zwaar. Ik kan me er niet bij ontspannen. En dat moet een spel toch ook nog altijd een beetje doen. Als je er eenmaal mee weg bent. Het volgende spel is vastgoed. Het is vast. Het is een zware doos. Het is een heel kleine doos op zich, maar er zit heel veel in, tot en ook gevuld. Dus meteen over naar vormgeving, componenten zijn... Dat is allemaal eigenlijk dik in orde. Er zit veel in. En er zit ook altijd de optie in tussen kartonnen staandertjes en houten poppetjes. Wat ik super vind dat ze dat hebben gedaan. Ik dacht even, zit er niet te veel in, maar als je er eenmaal aan uit kunt, geen probleem. Het tegenstijl staat me niet zo aan. Ik vind, ja, je moet ervoor zijn, het is nogal bijzonder. Het is niet afstotelijk, ook niet. Entertainmentwaarde, ja, ik heb daar nog niet zo over gezegd, maar ga ik nu doen. Je gaat eigenlijk verschillende karakters hebben die een grot gaan betreden. Een draak, een ridder, ja, de draak zit al in de grot. Dief en goblins, die zitten ook al in de grot. En iedereen heeft zo zijn eigen doelstelling. Dus je kan ofwel de draak zijn, ofwel de ridder, ofwel de goblin, ofwel de dief. Maar je kan ook de grot zijn. Ja, je kan de grot zijn. Dus als je dat zegt, zijn mensen wel meteen geïnteresseerd. Of toch de doorwinterde gamer zal al meteen zijn ogen wijd opentrekken van ja, oké, interessant. Het is net zoals Root eigenlijk, wat ook op dit moment wel populair is. Dat heel, heel asymmetrisch spel. Ieder karakter heeft zijn eigen functie in het spel.
En dat is ook, als ik zo dadelijk naar toegankelijkheid overgaat, dat is dus ook een van de problemen natuurlijk. En ik denk dat de entertainment value hier vooral zit van de eindeloze variatie die je hebt. Je kan 5 karakters spelen en afhankelijk van met hoeveel spelers zijn er ook weer wat aangepaste regels. Dus het is wel iets puzzelachtig ook voor de rest. En je hebt een heel race van mogelijkheden. Iedereen heeft een eigen spelerstableau dat vol met aanvallen staat die je potentieel kan doen. Dus geen enkel spel gaat eigenlijk exact hetzelfde zijn, wat in mijn ogen. Toegankelijkheid is heel miniem. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem zelfs niet op tafel gekregen, omdat het gewoon 5 regels, sets van regels zijn die je moet uitleggen. En daar zag ik zelf tegenop. Zeker als het al wat later is, dan ga je er niet meer aan beginnen. Ook al duurt die in principe maar 60 minuten tot 1,5 uur. En ik geloof ook wel dat die vrij snel kan gedaan zijn als je eenmaal weet wat je doet. Maar de eerste keer gaat iedereen aan het zoeken zijn. En zolang je niet met alle 5 karakters hebt gespeeld, ga je iedere keer dat je het uitlegt opnieuw moeten een beetje puzzelen van hoe werken die karakters. Het begint pas leuk te worden, denk ik, als je ieder karakter een keer bent geweest in een spelletje. Dan kan je het ook vlotter uitleggen. Maar dan nog, 5 keer regels uitleggen voor 1 spel. Ik ben er geen fan van. Ik ben er echt geen fan van. En ik geloof echt wel dat het een cool spel is. Ik zou iemand met veel tijd en goesting om zich daarin vast te bijten, en met een groep van minstens 4 personen denk ik om het interessant te houden, zou ik echt het wel aanraden om te spelen. Maar ik denk verder dat de heel beperkte interesse gaat zijn voor een spel als dit. Ook al spreekt het ideeën aan, vergeet je niet, het is echt wel een verschrikkelijke taak om 5 keer regels uit te leggen. Ook al denk je van, oké, ik beheers ze wel. Ah ja, want ik heb ze uitgelegd, maar helaas. Geen spel voor mij. Voluspa, of hoe ik het ook moet uitspreken. Het is een tegellegger waarbij iedere tegel die je legt een bepaalde kracht gaat hebben. En je probeert eigenlijk de hoogste waarde te zijn in de rij en of kolom. En dan score je punten naar gelang hoe lang die rij of kolom is. Om het heel simpel uit te leggen. Ik vind het een interessant spelletje. Ik kan het spelen met 2 tot 5. Ik heb beide gedaan. En ik weet niet wat het interessantste is. Met 5 gebeuren er zoveel veranderingen tegen dat je terug aan de beurt komt. Dat je eigenlijk niet mag... Je kan niet iets klaarleggen voor jezelf in de volgende beurt. En met 2 of met 3 gaat dat nog wel. Dus dan kan je zo proberen, oké, ik ga die daar leggen, de tegeltje. En als geen ander van de spelers dat heeft, die bepaalde tegel, om dat effect uit te lokken, dan ga ik die zo dadelijk scoren. Maar met 5 moet je dat al niet proberen. Dan gaat minstens iemand dat zien en ook minstens iemand dat hebben, in de meeste gevallen. Vet scoren, dus de V staat voor vormgeving. En ik vind de vormgeving hier heel leuk gedaan. Het is eerder sober, je ziet niet heel veel op de tegeltjes, enkel de hoofdjes. Dus misschien dat het op dat vlak, het onderscheid is soms wat klein. Misschien iets te verwarrend voor als je van verder naartoe kijkt. Maar op zich valt het nog wel mee. Ik vond dat wel de meeste karakters heel herkenbaar waren. Er is een zakje bijgeleverd dat je het mooi kan schudden erin, dus dat is ook in orde. Dus op dat vlak geen klachten, dus een goed spel. Entertainment waarde is vooral van het puzzelachtige. Je probeert manieren te zoeken om veel punten te scoren. Het gaat er niet altijd zijn, maar je probeert toch het maximum uit iedere tegel te halen. En misschien ook al vooruit te denken van oké, als ik die daar leg, ga misschien in de volgende beurt mijn andere tegel die ik op handen heb, meer punten scoren. Dus zeker en vast komt het daarvan, als je van puzzelen houdt, is dit meer iets voor jou. De toegankelijkheid is daardoor eerder ook aan de lage kant. Omdat ik ten eerste vind, er zijn misschien net iets te veel tegels om uit te leggen aan de beginnende speler. Dus het is niet echt een instapspel, zoals ik het noem. Net een trapje of 2, zelfs hoger dan dat. Omdat er zoveel gaande is. En het duurt ook wat te lang. Zeker als je met meer gaat spelen, duurt het lang voor je terug aan de beurt komt. Dus je zit heel lang te wachten. Oké, je kan al wat kijken van welke tegel ga ik zelfs proberen te leggen. Maar de kans is groot dat net die speler voor jou dat doet wat jij in gedachten hebt. Dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen nadenken. Dus dat er op de doos 45 minuten. Ik denk dat ik er ook al dubbel zo lang heb over gespeeld. Niet altijd, maar soms wel.
Dus ik zou in de eerste plaats misschien er al wat tegeltjes uithalen. Dan wordt hij al interessanter om sneller een paar keer echt met elkaar te spelen. Dat is leuker. En scorebord is dan ook eigenlijk ontoereikend als je alle tegels erin laat. Dan ga je drie of vier keer rondgaan en dan weet je uiteindelijk ook niet meer hoeveel punten heb ik nu. Nu, meestal blijft iedereen wel ongeveer in mekaars buurt. Het is niet dat er iemand heel fel gaat achterlopen. Een hele ronde of zo. Dat gebeurt niet zo vaak. Als we nu terugkomen op wat ik er zelf van vind. Ik vond het een heel aangename ervaring voor een keer of drie. En toen had ik wel zoiets van, het duurt eigenlijk te lang voor wat het is. Met twee spelers ga je proberen iets klaar te leggen voor jezelf. En hopen dat de andere speler dat niet heeft, een bepaald tegeltje. En die kans is dan groot. En met vijf spelers duurt het gewoon te lang voor je aan de beurt bent. Dus met drie is misschien nog ideaal. Zou ik het misschien nog wel bovenhalen. Ik vind het geen slecht spel. Ik vind het een heel interessant spel. Maar er zitten te veel tegeltjes in. En het gaat net iets te traag vooruit doordat spelers nogal dienen na te denken. En snel geneigd zijn om te zoeken naar de ideale plaats. Niet gewoon een goede plaats. Het is meer een spel dat je iets meer moet loslaten. En dan gewoon tegeltje leggen. De volgende legt er eentje. De volgende legt er eentje. Niet te hard nadenken eigenlijk, dan zou het spel beter tot z'n recht komen. Dus een aanrader, als je van puzzelen houdt, maar dit spel alleen biedt niet genoeg variatie om je jarenlang zoet te houden in mijn ogen. Er zijn ook wel wat uitbreidingen, misschien dat dat meer succes oplevert. Goed, dat waren de vijf spellen die ik vandaag te review heb. Wat ik nu op het einde van iedere video nog doe, is ze op een bepaalde volgorde zetten van mijn minst favoriete spel naar mijn favoriete spel. En bij deze set is dat een beetje moeilijk, omdat er nogal gebreken zijn op bepaalde vlakken. Bijvoorbeeld, Vast heb ik niet gespeeld. Kan ik dus niet scoren, ga ik dus niet het laatste zetten. Ga ik gewoon disqualificeren, zei eigenlijk. Dus die doe ik niet mee. Maar goed, ik denk, moest ik die spelen, zou die eerder toch als laatste of voorlaatste eindigen. En dan moet ik helaas, want ik vind het een supercool spel, moet ik toch voor Tashkalar gaan. Maar ik vind het, voor mij persoonlijk, is het niet speelbaar. Ik heb het een aantal keer geprobeerd en ik krijg er hersenverlamming van. Dus interessant spel, fascinerend tot en met, maar niets voor mij. Dus ik, helaas, bye bye. Op de derde plaats zet ik dan toch Voluspa, omdat het iets speelbaarder is dan Tashkalar. En ik heb er plezier aan gehad, zeker en vast. Maar het is niet per se een blijver, dus ja, het kan ook niet hoger dan de derde plaats eindigen. En dan, als ik dan moet kiezen, is het nog vrij eenvoudig, maar ook weer niet. Ik zet Dominion op de tweede plaats, omdat het toch wel leuk is om te spelen, maar het is niet het spel dat ik iedere week wil bovenhalen. Maar ik vind het wel interessant en als je twijfelt of dit iets voor jou is, sowieso Koninkrijk Dominion, die ik nu niet hier heb, maar die kan je wel in de video zien over Dominion. Nummer 2 dus. En last but not least, Evolution. Met de aangepaste regels liefst. Met de tweede editie. Dus niet met deze dinosaurus op, maar met de chameleon op. Vind ik pak interessanter, mooi gestroomlijnd. Er zit eigenlijk weinig te veel aan en zit toch genoeg in. Het is echt wel een pittig spelletje. Maar ja, deze, ik speel de app. Ik speel de app en ik weet niet. Het is een spel, moest ik het bordspel kunnen spelen op een bepaald moment, dan moesten ze mij voorstellen. Ik zou altijd wel ja zeggen. Ik vind het een topspel eigenlijk. Mijn verdiende nummer 1, ook al ga ik het niet in deze versie houden. Bedankt jullie voor het kijken en hopelijk zie ik jullie volgende keer weer. Bye bye!